Voor mij betekent de Noordzee vooral een plaats vol mysteries. Als je erop uitkijkt, zie je alleen maar een grote bak met water. Maar daarbinnen, daar speelt zich zoveel moois af. Er zijn zoveel soorten en zoveel relaties met elkaar. De Noordzee is voor mij een soort heel mooi onderwater natuurgebied. Ik heb veel gedoken in de Noordzee, op allerlei scheepswrakken. Dus als ik de Noordzee voor me zie, dan is het zeg maar echt een mooie groene onderwaterwereld met heel veel kleuren, heel veel anemonen, zachte koralen. Ja, als je nou kijkt naar waar we staan met de huidige aandacht voor de natuur en de natuurwetgeving, dan is er toch nog wel een lange weg te gaan. Er wordt ook vaak natuurwetgeving gezien als een belemmerende factor voor economie en een belemmering voor, voor het menselijk gebruik. Maar dan ga je toch echt voorbij aan het feit dat die natuur ons alles levert. Schoon water, schone lucht, voedsel. Dus het is reuze belangrijk om daar heel goed aandacht aan te besteden en niet over te gaan tot het uitkleden van natuurwetgeving of het veronachtzamen van deze waarden. De Noordzee die kun je heel goed laten herstellen, denk ik, als je een aantal gebieden sluit voor menselijke activiteiten, vooral voor bodemberoerende visserij, maar ook voor zandwinning bijvoorbeeld. Dus er zijn lijstjes met soorten en habitats die we willen beschermen. En heel vaak is de enige goede methode om dat beest gewoon met rust te laten, of die habitat met rust te laten. Dus om ervoor te zorgen dat er geen visserij is, bijvoorbeeld in dat gebied. En als je dat eenmaal ingesteld hebt, dan gok ik dat er wel kansen zijn voor herstel. De natuur levert ons heel veel. Hè. De Noordzee levert ons vis. Hè. De Noordzee levert ons transportroutes. De Noordzee levert ons energie. Maar tegelijkertijd is daar dus ook dat ecosysteem die ook een heel belangrijke rol voor zichzelf heeft. En ik denk dat we af en toe onderschatten wat daar allemaal nog meer speelt. En daar willen we als ecoloog ook de nadruk op leggen. De biodiversiteit, dat is eigenlijk het complex van, het is niet alleen het aantal soorten, maar ook hoeveel zitten de biomassa. De genetische diversiteit, zijn er veel jonkies, zijn er veel ouderen, dus de populatieopbouw, de functie in het ecosysteem, dat is allemaal biodiversiteit. En dat meten wij doordat we bijvoorbeeld onder water met, je kan happen uit de bodem nemen, dan kun je alles in het laboratorium tellen. Je kan op wat iets grotere schaal kan je video transecten maken. Je kan bijvoorbeeld bij die windmolens onder water met een onderwaterrobot gaan monitoren. En dan zie je wat voor soorten daar zitten. Wij doen vanuit de lucht ook tellingen. Bijvoorbeeld we tellen bruinvissen of zeehonden vanuit de lucht met vliegtuigen. Tegenwoordig ook met HD-camera's, zodat ze met AI zeg maar, vogels geteld kunnen worden. En een andere techniek is ook met DNA, dus dan meet je omgevings-DNA. Dan filter je eigenlijk water over een filtertje en daaruit kun je de soorten herleiden die daar dan rondgezwommen hebben. Ja, de oesters, de platte oester, die zat van origine in de Noordzee. Dat was een heel groot gebied van 30.000 vierkante kilometer in Nederland en Duitsland, waar echt oesterriffen lagen. Ik wil niet zeggen dat het helemaal vol met oesters lag, maar wel hier en daar wat. En op die oesters groeien allerlei andere soorten. En zo'n heel rif, dat is natuurlijk weer een soort gebied waar vissen kunnen schuilen, waar allerlei soorten kunnen groeien. Dus het is een soort van één groot ecosysteem. En dat proberen we nu met allerlei projecten weer terug te krijgen. We doen het onder andere in offshore windparken. Niet omdat daar per se die oester terug moet komen, maar dat is een plek waar niet gevist wordt. En dan kun je ze in ieder geval op de bodem leggen zonder dat ze weer weggaan. Ja, er zijn allerlei pilotprojecten geweest in windparken waaruit blijkt dat die oesters het eigenlijk heel erg prima doen. En het doel is om die oesterpopulatie zo groot terug te krijgen dat hij zichzelf kan voorplanten. En dan kun je misschien over 50 jaar weer op oesters gaan vissen, maar dan moeten eerst een heleboel oesters komen natuurlijk. Ja, voor zo'n duin als een mooi voorbeeld van een nature-based solution heb je natuurlijk wel zand nodig. Hè? Dat zand moet wel in dat duin kunnen waaien en dat strand moet breed genoeg zijn. En we moeten dat in Nederland aanbrengen. Als we onze stranden niet van zand voorzien, dan zullen ze wegslaan en zullen de duinen ook wegslaan. En daar is dus zand voor nodig. En dat zand dat halen we van ver op de Noordzee. En daar graven we eigenlijk hele grote zandwindputten met grote schepen die het naar het strand brengen. En het is ook heel belangrijk om daar ook goed met de natuur om te gaan. Want als je dat zand graaft van de zeebodem, maak je alles dood wat daar leeft. En dan kan je gaan afvragen, ja, wat is dan beter? Kunnen we dan beter diepere putten gaan graven, zodat we een minder groot oppervlakte doodmaken.
dan, ja, als je ondiep wint, dan ga je een grote oppervlakte doodmaken. Maar aan de andere kant, als je een diepere put maakt, dan maak je wel een permanentere verandering van de zeebodem. Zo'n put kan bijvoorbeeld heel veel slib gaan invangen en dan wordt het een slibbige bodem waar weer andere dieren leven dan op die oorspronkelijke zandige bodem. Dus we zoeken ook hier weer naar een evenwicht tussen een soort ideale winddiepte en een ideale vorm om te zorgen dat die zeebodem toch nog gezond blijft. Ja, en we ook dat zand kunnen gebruiken. Ja, dus ik hoop dat er over 50 jaar een hele gezonde zee is. Dat al die soorten waar we nu herstelplannen voor schrijven, dat die dan ook hersteld zijn. Zoals de oester of die sabellaria, wormen die riffen maken. Dat er dan veel meer een soort driedimensionale structuren onder water zijn in plaats van alleen een platte zandzeebodem. Ja, en dat er tegelijkertijd wel genoeg een vis nog is om op te vissen. En dat misschien een deel van de windmolens alweer verdwenen zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, de effecten van al die veranderingen op de Noordzee die zich nu afspelen, die moeten we proberen in te schatten. En vooral het probleem van opschaling is daar. We kunnen natuurlijk best onderzoeken wat de invloed is van een windpark. En dat hebben we ook gedaan. Maar de plannen voor de uitbreiding van windparken op zee, misschien ook nieuwe drijvende zonneparken, het bouwen van energieeilanden. Er gaat nog zoveel meer gebeuren en het is echt ontzettend moeilijk om uit één klein voorbeeldje dat in te schatten voor die hele Noordzee, waar we straks echt een heel groot deel van de ruimte op een heel andere manier gaan inrichten. En het is niet alleen een van de meest productieve zeeën in de wereld, het is ook een van de meest druk gebruikte zeeën van de wereld. En om dat met elkaar in balans te brengen, dat is echt een enorme uitdaging.